verzweeg pillenfabrikant ernstige bijwerkingen. It's for schizophrenics, and I didn't have that, and I just, like, they just said it would help me with sleeping, too. There should have been a clear and unequivocal warning to all doctors. Hier staat dat onderzoeken dat hier worden, ja, hier begraven, hè, dus achtergehouden. Dit is fraude, wetenschappelijke fraude. Dames en heren, goedenavond. Een grote pillenfabrikant zou ernstige bijwerkingen van een medicijn hebben verzwegen. Bijna 40.000 patiënten in Nederland gebruiken dit middel. In Netwerk, een verdwenen rapport over een ernstige bijwerking. Straks meer daarover. Bijna 40.000 patiënten in Nederland gebruiken een medicijn dat in Amerika onder vuur ligt. Het gaat om het middel Seroquel. Dat wordt gebruikt door patiënten met schizofrenie en psychoses, maar ook met slaapproblemen. De pillenfabrikant zou informatie over bijwerkingen hebben verzwegen. Het Nederlandse College ter beoordeling van geneesmiddelen was al in 2000 van ernstige bijwerkingen op de hoogte, maar toch kwamen die niet allemaal in de bijsluiter terecht. Hoe kan dat? Verslaggever Sander Rietveld deed onderzoek. They said if I would have came in to the doctor's office the next day, I probably would have died. They should let everyone know what kind of side effects they're getting themselves into, but there's people out there like me that end up with a lifelong disease now. Dat een medicijn zulke klachten kan veroorzaken, of ze ernstig zijn of niet ernstig, er moet gewoon in de bijsluiter komen. En als dat niet in de bijsluiter komt of bewust achtergehouden wordt, ja, dat vind ik heel slecht. Zonder medicijnen leidt ze aan psychoses. Ze wordt dan extreem bang en achterdochtig. Roelien slikt daarom al ruim 7 jaar Seroquel. Een middel dat 37.000 psychiatrische patiënten in Nederland slikken. Maar Roelien, die een hoge dosis gebruikt, zegt last te krijgen van ernstige gewichtstoename door Seroquel. Hoeveel ben je aangekomen? Ik ben 55 kilo aangekomen. Ik heb met een arts daarover overlegd en hij zei, Seroquel is wat gewichtstoename een rotmedicijn. En hij zegt, om dat er op een goede manier af te krijgen, of op een normale manier, dat is bijna niet mogelijk. En daarom heeft Roelien een maagband nodig om haar overgewicht kwijt te raken. De Amerikaanse Cody wordt bijna in coma naar het ziekenhuis gebracht. Beide slikken ze het medicijn Seroquel. Wat is er aan de hand met dit middel dat zulke ernstige bijwerkingen lijkt te hebben? Netwerk onderzoekt het dossier Seroquel, kijkt naar de betrokkenheid van de Nederlandse Geneesmiddelenautoriteit en stuit op een verdwenen rapport over ernstige bijwerkingen. Ja, dat klinkt naar, zoals het in het Engels heet, cover-up. Dit is fraude. Wetenschappelijke fraude. De kleine jongen in het rode shirt is Cody Tokheim. Hij is nog maar 12 jaar oud als hij Seroquel krijgt voorgeschreven wegens slaapproblemen. Isn't that very young for that is very young to be prescribed? Yes, they I guess in research they said it's for schizophrenics. And I didn't have that, and I just like they just said it would help me with sleeping too. How would we as parents know that it wasn't safe for children? Cody begint volgens zijn moeder met het slikken van Seroquel, zonder te weten welke risico's hij loopt en zonder te weten welke ziekte hem boven het hoofd hangt. I was always outdoors and I just missed outdoors like without my like I didn't I want to be outside playing my sports again like but I can't do that. In Nederland is het nog stil, maar hier in de Verenigde Staten is er ook wel voorpagina nieuws. Er lopen inmiddels meer dan 10.000 rechtszaken tegen de fabrikant van het medicijn AstraZeneca. Die zou informatie over bijwerkingen zoals diabetes expres hebben verzwegen. Als AstraZeneca deze rechtszaken verliest, moet het bedrijf, volgens de Amerikaanse media, mogelijk miljarden dollars aan schadeclaims betalen. What are all these files? Well, we represent currently about 2000 people in the United States who claim to have gotten diabetes from this drug.
So this is a collection of some of the 2000 files. Advocaat Paul Pennock maakt vorige maand vertrouwelijke documenten van AstraZeneca openbaar. Die documenten zouden bewijzen dat de fabrikant bijwerkingen van Seroquel verborgen heeft gehouden voor de overheid, voor artsen en voor patiënten. As early as 1997 and certainly by 2000, they clearly knew that there might be a problem. They didn't let anyone know. On the contrary, they bulldozed ahead and acted as though there was no problem whatsoever. I'm right there, little guy. In 2006, twee jaar nadat hij begint met het slikken van Seroquel, wordt Cody ernstig ziek. Hij is dan 14 jaar oud. It started like 2 weeks earlier. I was going to the bathroom, urinating a lot more than normal. I was up at night, like every 5 minutes going to the bathroom, getting something to drink. So I was always thirsty. And it just, and then a couple, and then like the weekend before I went to the doctor, I was vomiting. I said, there's something wrong here. We need to take him in. And so we got him up and we brought him into the doctor. And we were not even in that clinic 5 minutes. And they said, you need to go down to the hospital. They're waiting for you. Cody has what is called diabetes, and his blood sugar is extremely high, and he needs to be admitted to the hospital immediately. They said if I would have came in to the doctor's office the next day, I probably would have died. If I didn't go in the doctor's office the day I did, they didn't know how I wasn't in a coma when I got admitted to the hospital. Cody's diabetes wordt hem bijna fataal. Zijn ouders zeggen nooit te hebben gehoord van het risico op het ontstaan van suikerziekte door het slikken van Seroquel. Heeft AstraZeneca altijd alle bijwerkingen openbaar gemaakt? Cody's advocaat ontdekt e-mails waarin een AstraZeneca-medewerker schrijft over een verdwijntruc. Een smoke and mirrors job, om informatie over Seroquel achter te houden. In dit geval over gewichtstoename. Smoke and mirrors is of course a colloquial term in English for creating a trick on people, for displaying something, for example, on a stage, and you do a puff of smoke and you use some mirrors and then suddenly the elephant disappears. Well, in this case, they made the elephant disappear. Een andere medewerker van AstraZeneca schrijft, zo blijkt uit deze vertrouwelijke e-mails, over het begraven van 3 wetenschappelijke onderzoeken. Netwerk legt de e-mails voor aan 2 Nederlandse deskundigen. Hier staat dat onderzoeken dat die worden ja, hier begraven, hè, dus achtergehouden en bewust verzwegen. Ja, hieruit blijkt dat men bepaalde onderzoeken met negatieve uitkomsten voor het middel niet openbaar wil maken en ook niet wil voorleggen aan de registratieautoriteit. Dat is natuurlijk dodelijk voor een... voor een registratieautoriteit, als je niet alle gegevens hebt. Dit rapport is het belangrijkste document in de Amerikaanse rechtszaken tegen AstraZeneca. In dit vertrouwelijke veiligheidsrapport zegt het bedrijf zelf dat Seroquel diabetes kan veroorzaken. Al in 2000 wordt het rapport gestuurd aan het Nederlands College ter beoordeling van geneesmiddelen. Dat college heeft Seroquel toegelaten op de Europese markt en controleert de bijsluiters. Wat was de conclusie van AstraZeneca in dat document uit 2000? Nou, AstraZeneca concludeerde op grond van de beschreven patiënten dat hun middel aanleiding gaf tot diverse bijwerkingen op het gebied van suikerziekte, dus echte suikerziekte, comateuze ontregelingen van suikerziekte, verhoogde bloedsuikergehalte. En zij vonden dat dit eigenlijk toegevoegd zou moeten worden aan de bijsluitertekst. There is reasonable association of between the disease and the drug. That's the end of the story. From that point forward, unquestionably, there should have been a clear and unequivocal warning to all doctors in the United States and worldwide for that matter. Ik dacht altijd van het zou wel kloppen. Ik ben me nooit gaan afvragen van nou zou ik misschien bijwerkingen hebben die niet in de bijsluiter staan. En die wel heel ernstig zijn.
Waarom staat het risico op het ontstaan van suikerziekte niet in de bijsluiter?